Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 31 juli 2009. Ja, het is nu bijna iets. Even kijken. Wacht even aan mijn slachten. Het is nu 9:15. Dus ik moet even opschieten. Want wij moeten Blue vandaag wegbrengen. Dus, en het onweer, wat jullie dus al op de achtergrond kunnen horen. Maar dan mag de pret niet drukken. Wij gaan vandaag lekker weg naar een drielandenpunt. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee. Ja, maar we gaan zo eerst Blue wegbrengen. En dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Nou mensen, we zijn dus boven. Wat jullie wel kunnen zien, even al een tijdje, maar... En hoe heb jij het ervaren? Interessant, hè? Wat? Interessant. Ik heb nooit zo'n hoge trap gehad. Nee? Nee, niet in de buurt. Ik heb nog een hotel dichtbij ook nog. En dan mooi uitzicht rondom. Ja. Geen uitkijktorens meer nodig. Alleen eentje om daar overheen te kijken. Eigenlijk wel, ja. Maar het is wel onwijs mooi uitzicht. Ja, uitzicht. Je zal hier maar eigenlijk zitten als het donker is. Ja, dan kan je helemaal voor lampjes laten zien waar wij heen. Echt? Uitzicht op de sneeuw, is ook leuk. Ja. Uitzicht op en op de sneeuw, ja. Binnen. Dat smelt het. Ja. Maar dit is ook niet echt sneeuw, hè? Nee, het kan sneeuw. Maar mensen, kijk eens hoe mooi dit is. Hoe mooi. Nou, deze bordje is kapot. We kunnen hier eigenlijk naar Roermond met zendmast. Nou moet ik even Roermond met zendmast gaan opzoeken. Oh ja, die zit daar. Even kijken, dat stukje. En heb je hier dus Brunsum. Ergens. En dan gaan we door naar Landgraaf. Allemaal dingetjes wat we kunnen bekijken vanaf hier. Dat is dus achter deze boompjes. Schiet lekker op. En dan gaan we weer door. En dan hebben we hier Kerkrade. Nou, die hebben jullie al net even kunnen zien. Maar ik laat hem nog een keertje zo meteen zien. Deze hier, die zit dus daar. Daar zie je dat ding. Ja. Gaan we even uitzoomen. Nou. De Eifel, Ardennen. 25 kilometer ongeveer. Hè? Schat? Schat? Kom eens. Kijk hè. Die wist ik niet. België? Wauw. Dat is ongeveer 12 kilometer. Dat is de drielandenpunt. Nu kan anders zo meteen ook nog even naartoe. Naar de Ardennen, als ik het goed heb. Zit dus daar. Duitsland, Ardennen, De Eifel is Duitsland, Ardennen is België. Ja, oké. Okay. Ik laat nog één, nog twee zien. En dan loop ik weer even terug. Even wat uitleggen. Vragen. Ja. Een beetje erg ingezoomd.
Doe ik even zo. Hartstikke idee, anders kan ik geen mooie foto maken. Voor jullie. Zo. Mooi hè. Zo, en dan even de laatste. Dus ook weer Heerlen. Snelweg. Watertoren. Mijnsteenbergen. Genk, België. Ja, Geleen. Hele landgraaf. Nou, snelweg, dat zit hier ergens achter ons. Kunnen we niet zien. Nee. Nou mensen, we gaan weer naar beneden toe. Ik ga ook wel even ondertussen een beetje mooie foto's maken. Sowieso, voor mezelf en op Facebook. En ik ga weer naar beneden. Ik ben begonnen. Ja. Dit gaat volgens mij sneller dan naar boven. Ik ga hier wel even... Dit wordt een leuke vlog, schat. Sowieso. Ga jij nou echt serieus tellen? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Daar viel ik bijna. En Roos aan het tellen. Ja, er zijn treden bij die even een beetje schuiner lopen. Of juist weer een beetje. Als jij beneden bent, eerder, vlog mij dan, film mij dan. Jee, 200 meter. Alleen rouwen sneller als mij. Bro, kijk uit! Zo, nee, zo snel als jullie ken ik niet hoor. Nou, dat doen we niet. Ja, dat is mooi. We gaan altijd om hier. Ja, dat is mooi. Daar ben ik heel blij met.
Is dat? Nee. Ga ik voetballen? PC? Nee. Nou, dat jullie dit volhouden zeg? Of doen jullie dit dagelijks? Nee, om de dag. Om de dag? Dit continu? Ja. Om de dag drie à vier keer. Je meent het? Ja. Oké, nou en nou, nu komen jullie wel in mijn vlog, hè? Ja. Op en op YouTube, hè? Ja, mooi. Moet je maar alleen even de naam zeggen. Karen met de C van der Werf. Werf. Hé, hey, kom jong. Karen. Ja, en met een C. Karen van der C. Nee, Karen met een C van der Werf. Oh, zo. Ja. Ga maar abonneren. Doe het. Top. Karen. Ja. Van der C. Ja. Van der Werf. Ja, klopt helemaal correct. Mister en die Mister in Love, heet ik. Dus gewoon eigenlijk gewoon Karin en dan met de zee van Henriette Catharina. Top! De laatste, bijna 6 minuten. Weer vanaf. Even een beetje hier langs. Staatsmijn, oké, Willem. Een staatsmijn, schat. Een staatsmijn. Als ik het naar voren kan halen. Het is een staatsman, Julia. Oh. Middag. Kijk, dat zag ik. Het is een staatsman. 1969. 63, hè? Oké. 1969. Ja? 1906-1969. Ja, 63, ja. Ja, bijna wel. Maar dit zou wel een hele leuke uitdaging zijn voor die kleine jongen. Dit. Ja, dat is ook zo leuk. Wordt het vermoeien, dat is wel leuk. Die hond heeft er geen zin meer in. Ik ga even gelijk even foto's maken, mensen. Hier zijn ze lekker aan het vissen. Welke? Handig toch? Zo, we zijn weer beneden, mensen. Ja. Heerlijk. Ik zou dit iedereen aanraden. Ja. Magnifiek mooi. Echt waar. Je kan hier water bijvullen. Hè? Huh? Ja, maar het is altijd handig met die kleine flesjes om bij te vullen. Ja, want die is leeg. Ja, dus die kun je wel lekker bijvullen. Ja, maar ik heb nog water. Anderhalf. Ja, je moet inhouden. En laat de knop los. Los. Goed zo. Is moeilijk. Kijk, Limburgs water, schat. Mm-hmm. Kijk. Drinkwater. Ja, we zijn in Zuid-Limburg, mensen. Ja, bij de drie landenpunt. Ja.
Dat is grappig. Het is mooi zonnig weer hier. Heerlijk. Het zonnetje is erbij. De lucht is een beetje bewolkt. Maar... De pret niet lekker. Nee, echt hè? Nee. En jij hebt ook lekker even naar je zin hè, hier hè? Niet zo heet. Nee hè, beter hè? Niet zo nat. Scheelt ook weer. Ja, daar kan ik wat op zeggen, want ja, ik ben net nat. Alleen mijn mond is nat. Scheelt weer. Nee. Ja. Nat achter je oren werken. Bijna wel. Meneer. Ja, daar zijn we weer. Zeker weten. Gezellig. We moeten al nu al lekker naar onze zin. Nee, we zijn niet op vakantie, maar we gaan gewoon lekker dagjes weg. Ja. Helemaal geweldig, toch? Ja. En heb jij het ook naar je zin? Oké, okay, ja, en je moet rijden, maar... Kijk, je hebt een beetje zonnebril, schat. Maar je hebt het ook naar je zin? Ja hoor. Ja, dat wel, zegt hij. Ja. Oh, mannen. Daar moeten we het van hebben. Hé, mensen. Ja, helemaal correct. Ja. Hi. Hoi. Dus. Ja. Koekoek, waar ben je? Waar ben je? We zijn hier dus nu bij de drielandenpunt. Ja, zeer zeker. Kijk, en daarachter speelt iemand met zijn orgeltje. Maar ik mocht hem niet filmen net. Helaas, spinnekaars. Maar ik doe hem nou wel. Haha. Ja. Helemaal geweldig. Eerst geld betalen, dan mag ik. Ik moet eerst eigenlijk geld betalen en dan namelijk gaan foto's maken. Ja, nou, maar doei. Ja, je kan hier neer, schat. Oh, dit hier. Het is een leuk steentje, hoor. Het is een heel leuk steentje. Maar we gaan zo en naar binnen, schat. Schat. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. We gaan gewoon lekker naar binnen. Alleen, ik weet niet hoe duur de ingangprijs is. Dat weet ik niet. Hey. Zeggen ze ja, maar dat is voor dat ding. Dus we gaan het wel even meemaken. Hè? Ja, gewoon normaal Nederlands en geen Duits. Man. Kom maar spelen hoor. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, dat klopt. Dus. Maar we gaan even kijken hoe duur het is. Komt goed. Nou, het is hier bij de Labirit. Hier achter mij is het de intree €5,50 per persoon. Qua volwassenen. Wij gaan dus nu en naar het Belgische gedeelte. Dat is in die mooie toren. Fietspleisterplaats. Oké, poffertjeshuis. Hier ook nog. Dus we hebben hoop te zien hier, schat. Sowieso. Maar ik wil wel even die toren in. Dat gaan we ook gewoon even doen, hoop ik toch. Want die andere toren die was €3, dus
We gaan het zien en beleven. Ja. Toch? Ja. Zeker weten. Gewoon normaal Nederlands. Gewoon zeker weten. Ah, goed zo. Anders ga ik je wisselen. Vind ik leuk. Dat is leuk, hè? Plezant zeker. Moet ik jou knijpen in je vinger? Ja, goed. Knijp maar in die vinger, ja. Rauw. Nee, rauw. Is niet leuk. Is niet leuk. Dat is heel leuk. Een drielandenpunt. Ja, dat is fijn voor jou. Oké. Kijk. Mensen. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar dan draai ik zo meteen de camera om. Dat kunnen jullie even lezen. Ja. Wij zijn dus op de drielandenpunt, mensen. Nu. Kijk naar de drielandenpunt. Punt van de drielanden. Oh, hier kan je zeker met de lift omhoog, of niet? Dat ook. Maar dat ga ik niet doen, met de lift omhoog. Lekker trap lopen. Ja hoor, lekker gezond. Met de lift weer naar beneden, want de trap is stuk. Ja, bijna wel, ja. Het zal maar eens druk wezen, hè? Hoogste punt van Nederland, dit. Oké, dat puntje daar. Ik moet wel een foto te maken. Ja, maak een foto voor ook van dit. Ze kunnen ook op een vlog kijken hoor. Kijk wat je in de foto. Doe maar zo een stapje na. Ze zal het vliegen. Maar als de beurt ze vliegt. Het is nog leuker hoor, filmpje. YouTube. Zat zij er ook op? Ja. Ga je het even zeggen dat ze het ook op YouTube kunnen kijken? Heb je kaartje? Nee, ik heb geen kaartje, Ro. Je kan het wel even gewoon melden. Die kinderen en die weten ook. Doe maar hoor. Wij en wij vloggen, dus ja. Kijk op de lijn, gevestigd. Ja. YouTube. Maar bij deze wil ik jullie gelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie onder, achter, in de comments. En dan zien we jullie morgen weer terug. Dan zou ik zeggen, dankjewel.